Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ga het heel kort houden. Wat ik vandaag heb gedaan is heel veel al geslapen. Dat ga ik ook eerlijk toegeven. Mannekes, wat ik vandaag op het werk heb moeten doen, verrichten. Ik heb ook paniekaanvallen gehad. Waarom? Ik weet het niet. Zo plots. En ik ben wel blij dat ik ook binnenkort ook hulp ga krijgen van een psychiater. En hopelijk komt dan ook wel de oude psycho ook terug naar boven toe. Want ik wil meer gaan doen dan mij terug beginnen op te sluiten op mijn slaapkamer. Dat wil ik dus ook niet. Want dat doe ik ook een klein beetje. Oh. Ja, mensen. Ik heb het tot heden nog altijd moeilijk. Ik ben ook blij dat ik hulp ga krijgen. Het is ook heftig wat ik ook in het verleden heb meegemaakt. Ik wil het ook op kaart spelen bij jullie. Dus ik had, de titel heet Praatvlog. Dus een klein beetje praten over mijn verleden. Om mijn verleden te vergeten, ja, ben ik ook een klein beetje aan de cannabis geraakt. Klein beetje fel. En ik hoop via die psychiater en psycholoog dat die mij uit een hele diepe dal kunnen halen, hopelijk. Ik ben vroeger heel zwaar gepest geweest. Heel zwaar zelfs. Dat ik zelfs die beelden niet uit mijn hoofd krijg. Want ik ga het eerlijk toegeven, vroeger werd ik zo zwaar gepest in Stadspark Sint-Truiden. Door wie of wat, de namen ken ik niet meer. Daar ben ik wel blij om, dat ik die naam niet ken. Maar ik werd er wel heel zwaar gepest. De pesterijen begonnen eigenlijk op mijn eerste middelbaar. Mijn eerste middelbaar, ja, daar ja, kwam ik in een totaal nieuwe school. Probeerde ik daar vrienden te maken, maar het lukte niet. De juffrouws en de meesters die daar ook op de speelplaatsen rondliepen, die durven ook heel weinig te doen tegen die gasten van metaal. Want meestal waren dat de mensen die het leven heel moeilijk maken. Ik ben tegen een garagepoort aangegooid geweest op de speelplaats. Ik heb geen schoolnamen noemen, want ik wil de reputatie van die scholen ook niet in deze vlog gaan schade gaan geven. Want dat is allemaal in het verleden gebeurd en niet in het heden. Dat is allemaal al gepasseerd, maar ik heb het er nog altijd heel moeilijk mee. Omwille van dat ik toch regelmatig die beelden nog voor mij zie. Er werd ook altijd een keer ook heel veel geld afgetrold van mij. Dus afpesterijen of zo, ik weet niet juist hoe je dat noemt.
dat ik altijd hun ook geld moest geven, of anders kreeg ik gewoon een pak slaag stampen in mijn zij. Wat ik ook vroeger ook niet durfde te vertellen tegen mijn ouders. Maar op de derde middelbaar werd het ook wel wat duidelijk dat ik leerproblemen begon te krijgen. Ja, logisch, door de beste rijen. Maar ik ga het ook heel eerlijk toegeven, ik heb wel de gewone beroepsonderwijs wel proberen aan te durven. Want ik kwam ook vroeger uit een speciale school, schakelschool. Die naam ga ik gewoon sowieso vertellen. Maar daar is totaal niks gebeurd, van beste rijen of zo. Dat waren ook heel leuke jaren. Ik ben daar eigenlijk terechtgekomen omwille van het onderwijs, wat nu hier Wonderwijs hier noemt in Alken. Ik heb dus echt heel ver, ver terug in de tijd. Daar, op mijn derde leerjaar, daar hebben ze gezien dat ik leerproblemen had. Dus ook bij mijn Nederlands. Daarom dat ik ook heel graag ook Trivia Pursuit speel. Om toch ook terug te kunnen te lezen, moeilijke woorden te kunnen begrijpen. Ik wil ook, zo wil ik ook de moeilijke woorden, wil ik ook wel proberen ook altijd wel op te zoeken, ook als er daar die vragen rond zijn. Maar ik probeer het altijd eerst zelf een antwoord daarop te geven. Vooral dat ik opzoekingswerk moet gaan doen. En dan ben ik zo dus in de schakelschool terechtgekomen. Dat is dan ook zo'n speciale school die u helpt dan met leerproblemen. Die hebben mij daar echt heel goed geholpen. Ik ben daar ook mee op skiklas gegaan. Geweldige tijden. Echt waar, geweldige tijden. Daarna, ik wou het dus in mijn leven dus gaan aandurven naar dus een gewoon beroepsonderwijs te gaan. En in die scholen liep het altijd wel verkeerd. Pesterijen. De leerkrachten die mij altijd, ook op de examens, mij altijd zo nerveus over de sloot altijd mijn door lieten gaan. Eigenlijk heel fout, want in mij had ik dus een leerprobleem. Maar kijk eens nu ook eens waar ik sta, dus ik woon ook alleen, ben ik blij om. Hopelijk binnenkort ook samen met mijn partner. Daar ben ik echt op aan het hopen. Ik ben er echt klaar voor. Ja, dus dan in die beroepsonderwijs, ja, heel zware pesterij meegemaakt. Dus ik heb de garagepoort aangegooid. Slaag gekregen in een park. Dat ik ook zelfs mijn bus miste in Sint-Truiden. Maar ja. Dan ben ik dus van die ene school waar ik heel zwaar gepest werd, ging ik naar een andere school. Ook in Sint-Truiden. Eigenlijk een lompe set. Want ik dacht van, yes! Dan heb ik dus van metaal heb ik dan een hele andere richting uitgegaan. Dan was het logistiek assistent dat ik dan in die richting ben terechtgekomen. Ik dacht van, oké, dat gaat me wel goed lukken. Daar waren ook dan weer al opnieuw de pesterijen, waren daar ook weer al terug aan het aanwakkeren naar mijn kant toe. Dus dat ik echt werd gepest, dat ik een speciale kind ben, dit, dat. Oké, ik ben misschien wel iemand die speciaal is en moeilijk te begrijpen valt, want
denk dat je wel een serieuze woordenboek nodig hebt om mij te kunnen begrijpen, ook mijn crewleden. En wel, love naar mijn crewleden dat die zo kunnen uithouden van mij. Echt waar, chapeau. Ja, dus, en dan in één keer hoorde ik, ja, daar is plaatsgekomen op mijn lievelingsschool. Oké, ik moest dan een keuze maken. Vooral bleef ik in Sint-Truiden. Maar mijn lievelingsschool in Steevoort kwam dan, dus ik heb wel die school dan weer op benoemen. Daar zijn weer ook geen problemen rondgedoken, dus geen pesterijen of zo. Dus kwam ik na, ik geloofde na 6 weken, 6 of 7 weken, toen het schooljaar al begonnen was. Dus in Mariaburg terecht. Ik vind hier iets roos. Dus in Mariaburg dan terecht, oké. Kwamen ook de toetsen. Die Dimitri die heeft toch wel precies wel problemen. Ik had dan dus, ja, omwille van dat ik ook al van schakelschool ben gekomen, omwille van leerproblemen ook met mijn Nederlandse taal, heeft dan ook Mariaburg dan daar ook ondervonden dat ik ook niet zo snel was om alles bij te benen. Ik had dus daar ook heel moeilijk. Ik geef dat ook eerlijk toe. Jammer. Ik zat ook wel in de klas van, met mijn neef. En ja, dat ging daar heel goed. Leuke tijden. Maar jammer. Ik kon nog niet blijven. Ik kon nog niet blijven omwille van dat ik dus echt heel zware leerproblemen had. Dan ben ik dus dan terechtgekomen in de Buzo-school. Dus buiten gewoon beroepsonderwijs. Dus mensen met leerproblemen die dan daar ook worden geholpen op plaatsen waar ze het moeilijk mee hebben. Ja, dat ging dan ook weer al heel goed. Leuke jaren gehad. Leuke schooljaren, echt waar. Ik heb daar ook dan nog mijn ABO-jaar daar ook nog gedaan. Dat was echt heel leuk. Ook mijn stageplaatsen. Top. Zoals Cecilia, het oude rusthuis hier in Alken, waar ik toch 2 keer een stage mocht gaan doen. Dan heb ik ook nog stage gelopen in Sint-Elisabeth in Hasselt. Dankjewel daarvoor. Maar na mijn school, oké, was ik ook letterlijk jaren aan een stuk ook aan het zoeken naar werk toe in de logistieke sector. Lukte nooit zo goed. Toen kwam ik ook terecht met een Webplus contract in Den Akker in Sint-Truiden. En ik geef het ook eerlijk toe, daar door die pesterijen en al, dus ben ik ook niet echt spontaan ergens gaan te solliciteren, omdat ik altijd een terughoudende type ben. Ik kon me niet verkopen, ik kon niks. Tot heden, ik heb er nog altijd moeite mee. Ik kan redelijk weinig. Maar wat ik kan en waar ik mijn talenten in heb, dat probeer ik altijd wel naar voren te schuiven. Ik wil nog altijd competities gaan leiden in de gaming scene en al. Ik wil LAN-parties helpen van de grond komen. Daarvoor ben ik er. Schakel mee in. Ik wil jullie helpen het netwerk leggen. Ik wil jullie helpen met de competities leiden. Ik wil jullie helpen achter de toog. Bijvoorbeeld voor drinken te geven aan de mensen. Voilà. Maar dus even ook dan terug naar mijn Webplus contract. Dus ik was een klein beetje ook daar af aan het wijken. Oké. Okay. Begon eerst de morgenpost. Dat ging echt heel goed. Omhoog van dan zat ik ook omringd met heel veel personeelsleden. Top, top, top. Toen zetten ze mij ook dan neer. Ook in de logistieke sector logisch is, ook mij in het weekend neer.
Maar daar zagen ze dat ik toch wat moeite had om alles zo wat bij te houden, om bij te benen, om de werktempo bij te houden. Daar had ik dus echt, ik geef dat ook eerlijk toe, daar had ik ook heel zware problemen mee. Daar hebben ze dan ook gezegd van oké, je zit nog altijd onder die webpluscontract, we gaan u van maandag tot en met vrijdag aannemen. We gaan geen weekends meer doen voor jou. Je gaat altijd een morgenpost doen. Maar je gaat vaste dagen krijgen. Maandag dit, dinsdag dat, woensdag dit, donderdag dat, vrijdag dit. En dat kwam dan elke week terug opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En daar kon ik perfect aan. Tot ik dan ook mij ook weer al wat achteruit gestoten voelde. Dus wil ik ook bij mensen thuis gaan poetsen. Kwam ik ook bij INZ terecht. Leuke ervaring, dat wel. Maar poetsen, dat lag blijkbaar mij dus toch niet in mijn lichaam. Ik doe het wel graag. Niet naar hier kijken. Ik doe het graag op verplaatsing, dat wel. Werd ik ook heel vaak ook gediscrimineerd. Ho! Ik heb al vervanging gevraagd. Ik heb liever een meisje die hier komt poetsen. Sorry, ik wil u niet. Baf, deur toe. Ja. Ik dan aan de basketbalbaas. Ja, wat moet ik doen? Ja, schrijf uw uren en uw kilometers op. Je wordt wel vergoed. Dat is altijd ook zo gebeurd. Tot ik ook de werkgever ook mij opnieuw een nieuwe taak gaf. Waar ook mij in de buzelschool al heel slecht is bevallen. Maar ook dan bij GOB, daar heb ik dan ook strijkopleiding gekregen. Dus bij de Buzelschool. Dus dat was dan nog in Borgloon, nu zitten ze in Kortessen. Kon ik ook heel slecht strijken. Gaf me ook in een keer INZ dus ook weer al strijkklanten. Ja, oké, er kwamen ook klachten van, ja, dat is niet goed gestreken, dit, dat, omdat ik het niet kon. Ja, derde keer kreeg ik opnieuw een opleiding bij INZ, dus voor strijk te leren. Daar hebben ze ook gezegd van, nee, dat gaat u nooit lukken. En uiteraard, tot heden is het mij nog altijd niet aan het lukken. Elke mens heeft zijn streep. En als hij daar probeert over te gaan, oké, soms lukt dat om nieuwe dingen aan te leren. Maar soms lukt dat ook niet en blijft dat ook falen en falen en falen. Dan voelt je je daar ook weer al rotslecht mee. Dan ben ik weer al even zo in een dipje beland. Dat ik opnieuw weer geen werk had. Weer opnieuw werk zoeken, dit, dat. Ook heel veel in de media terechtgekomen. Uiteindelijk moet ik beginnen bij Bewel. Yay! Ben er nog altijd blij om, hoor. Bewel, ik ben er echt nog, ben jullie echt 100% blij omdat ik nog altijd daar mag zijn en mag werken. Ondanks mijn moeilijkheden, gewoon van hier ook de geburen, waar ik ook moeite mee heb. Om toch een 100% klik te krijgen. Want hier zijn regelmatige opstruppelingen van ruzies. En dat trek ik mij dan ook wel weer al heel veel aan. Ja. En daarbij heb ik het dus ook vandaag dus, heel zwaar gehad. Ook op het werk. Ik ga het ook eerlijk toegeven, Luc, de monitor, die heeft mij dan wel even gelaten. Want ik heb ook gevraagd ook aan Luc, kijk, hier is mijn mesje. Ik voel mij niet 100%, niet 100%, wat bedoel ik daarmee? Van, ik wil mij iets gaan aandoen, maar ik wist nog niet wat. En een mes. Daar kun je heel veel dingen mee doen, hè. Daarom dat ik mij daar ook als veiligheid ook aan hem heb gegeven dan. Toen schoot ik zelf ook weer al in.
Dus kijk even verder. Mijn koprol was even uitgevallen. Sorry daarvoor. Dus ben ik dus in de frigo gaan zitten. Ja, die stond niet meer aan. Dus dat is gewoon een stockageruimte geworden. Voor ons materiaal van Bewel. En ook dat daarvan ook van Globachem. En ik dank je wel ook Globachem ook om mij ook zoveel kansen ook daarin te geven. Dus ja, ik ging dan naar die frigo toe. En ik schoon daar al helemaal uit in tranen. Ik schoot er echt letterlijk, figuurlijk in de tranen. Want ik ga sowieso zeggen, in het verleden ben ik ook heel weinig geholpen geweest. En ik ben nu dus op een punt gekomen. Dat ik eindelijk help kreeg en daar ben ik echt ook ontzettend dankbaar voor. Ik heb mijn verhaal ook al eens uit de doeken gehaald. Bij Sophie van Samenpunt. En die heeft me dan aangeraden om dan met een psychiater verder te gaan en niet met een psycholoog, psycholoog. Maar ik moet er ook nog sowieso erbij blijven, omwille van de ene hangt ook aan de andere vast. En ik hoop dat ik ook nu een geweldige stap heb gezet in mijn leven om mij terug beter te maken, om mij terug beter te laten te voelen. Misschien gaat dat ook helpen ook weer om gezonder gaan ook te leven, dus ook in mijn eetstijl. Ja, voilà. Ik wou het gewoon ook eens naar buiten brengen. Wat ik eigenlijk allemaal heb meegemaakt. Van school, pesterijen, tot het werk toe. Ik heb het echt moeilijk niet momenteel, want. Oh, ik zie die beelden nu even voor me van de beste rijen. Oh, dat zijn niet leuk. Niet leuke beelden, echt waar. Nee. Oh, echt waar. Ik wens geen enkel kind dit toe, maar ik. In het verleden heb meegemaakt van de pesterijen. Eén gouden zin wat ik hier ga vertellen is: laat de pesters nooit winnen. Als hun winnen, dan hebben hun ook hun plezier. Dat heb ik ondervonden nu. Ze hebben daar plezier in gehad. Nu is het tijd ook om terug te vechten, om mijn leven echt deftig, maar ook echt deftig terug op rails te krijgen, op de juiste spoor. Ik dank je wel ook, mijn partner. Ik dank je wel ook mijn vrienden die het ook ontzettend zo uithouden met mij.
En dit is ook momenteel een van de redenen waarom dat ik ook zo wat teruggetrokken ben, ook naar de crewleden toe. Er is niks mis mee naar jullie toe. Juicy HD, Doogie, EXO, de DC, noem maar op. Want, wauw, jullie hebben geduld met mij. Wauw, jullie hebben echt heel veel geduld met mij. En dat geef ik eerlijk toe. Ik ga hier nu de praatvlog ook mee beëindigen. Waarom niet dat het zo'n echte buitenvlog ook is geworden? Heeft ook met één reden te maken. Ik was gewoon stiekapot. We hebben echt onder beide kloofjes van rond de 40 paletten verzet vandaag, van 20 liters. Chapeau aan mijn team van Globachem, die samen met mij ook hebben gewerkt. Ook dat ik het zelfs een moeilijk moment heb gehad, hebben toch nog redelijk wat paletten kunnen neerzetten. Chapeau daarvoor, echt waar. Wauw. Iedereen was pomp af. Iedereen. De ene liepen letterlijk en figuurlijk zo tjoeven de zweet van zijn lichaam af. Dus iedereen heeft zich echt goed gepresteerd. Duimpje omhoog. Daarom dat ik ook een praatvlog heb gemaakt. Wilt gij nog informatie weten over mij? Jullie zeggen van, oh, dat wil ik ook nog wel te weten komen van jou. Dus jullie weten ook wel dat ik nu ook zo wat die cannabis gebruik, waarom dat ik dat ook doe. Dat is eigenlijk een foute manier om mijn verleden te vergeten. En dat is gewoon fout. Dat geef ik ook letterlijk en figuurlijk toe. En plus twee, het is ook zeer, zeer, zeer verslavend. Dus ik zeg tegen iedereen, blijf alsjeblieft daarvan af. Ook met het roken. Dat is niet goed. Dat is niet gezond. Dus ik moedig het niet aan. Ik moedig het zelfs af om dat te doen. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik hoop dat jullie het wel eens nieuws van deze praatvlog hebben genoten. Dus ik heb gezegd van kom Dimi, dat moet toch nog een vlog in elkaar gestoken worden. Bij deze heb ik dat dan ook gedaan. Het is een praatvlog geworden. Wat ik zelf ook totaal niet had verwacht van dat ik zo open kaart met jullie ging spelen. Kijkers, het doet me ook deugd om dit eens te kunnen doen. Om dit eens ook eens naar de buitenwereld te kunnen brengen. Misschien is dat ook alweer al een juiste stap om daar een plaats te kunnen geven in mijn leven, die beste rijen. Ik weet het niet. Dat moet nog allemaal besproken worden. En ik ga sowieso zeggen, die gesprekken met zowel met de psychiater als de psycholoog, die twee, die blijven, echt waar, binnen de vier muren. Die gaan niet openbaar gegooid worden. Want dat is mijn verwerkingsproces. Maar rond dat ik moet gaan werken. Hun gaan mij tips geven. Ik heb ook al gehoord dat het ook nog heel zwaar gaat worden. Hoe zwaar, dat weet ik niet. Ik zal er wel, als ik het echt ook zwaar heb, zal er ook wel ook naar buiten komen van op dat moment ook hoe ik mij ook ga voelen.
hoe ik me voel op dat moment, dat zal ik dan ook wel zeggen. Ik voel me nu momenteel heel moe, omdat ik ook heel zwaar heb gewerkt. Ja, ik heb vandaag opnieuw gebruikt, ik geef dat eerlijk ook toe. Dus blijf er alsjeblieft van af. En ik hoop oprecht dat binnenkort alles met het smoren, met het roken achter de rug is, met de verkeerde gedachtes in mijn lichaam te hebben, dat dat allemaal wel echt achter de rug gaat zijn. Maar dat heeft allemaal nu heel veel tijd nodig. Dankjewel iedereen, dankjewel de mensen die zoveel geduld hebben met mij. Zoveel, dankjewel daarvoor. Wel, love naar jullie toe. Ja, vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video, livestream, short movie of iets anders er op YouTube beleven valt. Volg mij ook alsjeblieft AUB ook op Twitch als ik een livestream doe. Ik ben zowel op YouTube zichtbaar als ook op Twitch zichtbaar. Voilà, dan weten jullie dat ook. En voor de rest, ja, dan ga ik jullie laten, hè. Zoals altijd. Yo, 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 yo. Koppel, stop recording.